De heer Papier is iemand die verwonderd kan zijn en wel echt gelooft in zichzelf. Ja, hij is heel eigengereid, hij is heel eigenzinnig, maar eigenlijk ook af en toe wel heel lief. Dus meneer Papier is een nieuwsgierige, tedere avonturier. De serie is gebaseerd op drie bestaande boeken, geschreven door Elvis Peters en geïllustreerd door Gerda den Domen. Ik vind dat dingen die bedoeld zijn voor kinderen, dat die ook goed moeten zijn voor volwassenen. Wat mooi. Voor mij gaat meneer Papier over hoe iemand in staat is om zijn eigen leven en zijn eigen wereld ook vorm te geven. De eerste keer dat ze ons een stukje doorstuurde van meneer Papier, die wandelt. Stapt. Ja, die stapt. Zo, omdat die zo geplooid wordt en omdat die zo... Die swingt. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is echt heel tof. En, je wordt daar goed gezien van. Ja. Wel, je hebt naast het karakter, hè, heb je natuurlijk ook een soort tone of voice of een stemtimbre. Dat van mij ligt soms nogal laag. Dus dan is het eigenlijk wel beter om ietsje hoger te gaan spreken. Het is niet hoog genoeg. Handen uit de mouwen. Handen uit de mouwen. Oké, ietsje langzamer. Handen uit de mouwen. Ik vind deze reeks een ode aan de verbeelding. En dat kinderen meekrijgen dat ze met hun verbeelding echt wel dingen kunnen bereiken. Ga maar naar beneden. Want wat mij nu heel hard opvalt, is omdat ik dit project overzie, is dat wij de kat allemaal anders animeren. En dat zit in ontzettend kleine dingen. Papier is echt een ontzettend moeilijk medium. Het ziet er verraderlijk gemakkelijk uit, maar het is heel moeilijk om het mooi te doen. Het papier wordt supersnel vuil. Vanaf dat je maar een beetje zweet en raakt het papier aan, heb je al een vingervlek. Kom.